Hallo allemaal, ik ga jullie een stukje voorlezen uit Kleurloos verbannen. Rhea Rebel, ik verban je voor een week uit onze stad. Elk woord van de regent, onze leider, klinkt afgemeten. Ik slik. Verbannen? Maar de regent legt me met zijn kille blik het zwijgen op. Zijn rechterhand wijst streng naar de deur. De spiraal van diamanten in zijn zilveren ring schittert. Zijn priemende blik bezorgt me koude rillingen. Ik moet gehoorzamen. Altijd doen wat de regent zegt. Het is me mijn hele leven ingepeperd. Met één gebaar kan hij me laten gevangen nemen. Of ter dood veroordelen. Gehoorzamen. Ik zou niets anders durven. Zeker vandaag niet. Als in een nare droom draai ik me om naar de overvolle zaal der wetten. Aan het raam zit vader met opengesperde ogen. Hij bijt op zijn lip en schudt nauwelijks merkbaar zijn hoofd. Naast hem hapt moeder naar adem. Verbannen. Ik ben toch geen misdadiger? Vanmorgen nog dacht ik dat dit de mooiste dag van mijn leven zou worden. Traag stap ik naar mijn leeftijdsgenoten. Alle 12-jarigen staan kaarsrecht in de rij te wachten op hun zegening. Stuk voor stuk kijken ze met grote ogen naar de regent. Timur's donkere ogen haken van achter zijn zwarte halflange haren en tel in die van mij. Dan kijkt hij snel weer naar de regent. Aan zijn rechterhand zit een witte ring met zwarte spiraal, zoals het hoort. Hem lukt het wel, doen wat van hem gevraagd wordt. Steeds weer. Waarom lukt het mij dan niet om te zijn zoals de anderen? Nooit. Naast hem kijkt Liana op meneer. Zij zal wel gezegend worden. Haar trotse blik steekt recht in mijn hart. Ik bijt op mijn lip. Niet huilen. Niet hier. Meester Lerny kruist zijn armen strak over zijn borst en neemt me op van kop tot teen. Snel kijk ik naar de grond. Mijn ademhaling hapert. Het pad tot aan de dubbele zwarte deur is eindeloos. Elke stap die ik zet, is er een weg van mijn ouders. Weg van mijn klasgenoten. Weg van Timur. Maar ook weg van alle nare blikken. Een wachter in zwart uniform opent de zware deur. Achter ons slaat die met een harde klap dicht. In de hal gaat hij wijdbeens voor me staan, zijn lans voor het gespierde lijf. Aan de overkant van de grote inkomhal staat de deur van de zaal der triomf op een kier. Vreemd, maar ik krijg niet de tijd om er lang bij stil te staan. De wachter verheft zijn stem. Bewoners die verbannen zijn, worden verplicht hun ring achter te laten gedurende de periode waarin ze niet in de stad mogen verschijnen. Hij heeft duidelijk geoefend op de plechtige toon. Ik onderdruk de neiging om met mijn ogen te rollen. Ik ben mijn ring kwijt. De bewaker knikt afwezig. Met gebogen hoofd wacht ik tot hij doorheeft waarom ik verbannen word. Het duurt wel 2 minuten voor hij zijn keel schraapt en dan met zijn kin in de richting van de buitendeur wijst. Ga dan. Ik kom controleren of je aan de hut der schaamte bent zodra de zegening voorbij is. Met de punt van zijn lans duwt hij me naar buiten. Wil je graag weten hoe het verder gaat met Rhea? Kijk dan even op mijn website www.gijzen.be. Dag!